Het is ook gewoon een part of the sport, maar ik wil niet zeggen dat het mijn schuld is. Nee, dus dat doe ik ook zeker niet. Hans, hoe kijk je terug op dit WK? Ja, het is eigenlijk gewoon een dramatisch WK voor Nederland geworden natuurlijk. Een WK in eigen land, maar één gouden medaille natuurlijk. Geen gouden medaille op een individueel nummer. Ja, dan kun je zeggen toch met de mensen die hier allemaal naartoe zijn gekomen. De duizenden Nederlanders die hoopten toch wat meer te zien. En ja, als je dan ziet hoe het verloopt allemaal, dan is het niet best, nee. Nee, want waar is het nou allemaal misgegaan zoal? Ja, je kunt ook wel stellen dat er hier en daar natuurlijk wat pech is. Als je ziet hoe dit WK voor Suzanne Schulting verloopt natuurlijk. Valpartij op de 500 meter waar ze niks aan kan doen. 500 meter krijgt ze een penalty bij de start. En dan ja, op de 1000 meter is het drama compleet voor dat meisje. Ja, weer een valpartij raakt ze bij betrokken. Nou, blijkt achteraf dat er enkel gebroken is. Nou, ik kijk wel terug op echt een fantastische race. Ik heb echt supergoed gereden. En ik kan echt wel heel erg trots zijn op mezelf met waar ik vandaan ben gekomen. Alleen ja, ik lag gewoon op koers voor goud en dat je het afsluit op deze manier, dat is gewoon echt wel zwaar kloten. Oh ja, als ik het beeld terugkijk, word ik achterop aangereden, vastgepakt. Dan ga ik de bocht in en met mijn hand uiteraard, want dat is hoe dat geschaatst en dat is de richting dat geschaatst. En ja, ik heel raar dat ik daar een penalty voor krijg. Ik moet zeggen dat ik de beelden nog niet heel goed terug heb gezien, maar ja, het is niet de eerste penalty van Hanne dit weekend, dus ja, dat zegt misschien ook wel iets. Gisteren had ik een terechte penalty. Het is niet dat ik niet durf een beetje in de grijze zone rijden, maar vandaag vond ik dat ik echt gewoon een hele sterke rit had gereden. Het is ook gewoon een part of the sport, maar ik wil niet zeggen dat het mijn schuld is. Nee, dus dat doe ik ook zeker niet. Ja, ze geven elkaar de schuld. Hè. Zoals ik het zie, is er gewoon een terechte beslissing genomen. Hanne de Smet duwt haar arm naar de zijkant en dat betekent armblok. En dan moet je eruit gestuurd worden. En dan de meiden pakken het dan wonderbaarlijk heel goed op. In die laatste relay, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik denk dat dat gewoon aangeeft hoe sterk wij zijn als Nederlands damesteam. En ja, ik vind het fantastisch voor ze dat het is gelukt. En dat verdienen wij ook als Nederlands team. We rijden het hele seizoen echt al heel erg goed, dus het is meer dan terecht. Op de valreep toch nog die gouden, hoe voelt dat? Heel gaaf. Ja, het is gaaf om in het stadion te winnen en het zo af te sluiten met het team. Ja, heel gaaf. Ik ben gewoon echt heel erg trots op ons. En eigenlijk gewoon met hoe het de hele dag met het hele team is gegaan. Ook Suzanne natuurlijk, dat is gewoon zuur dat ze dan niet in de finale kan staan. Maar het laat ook weer zien hoe sterk we als team zijn. En gewoon in de relay, maar ook mentaal dat we elkaar weer oprapen en gewoon er weer staan. En dat is gewoon, ja, ben ik gewoon heel trots op ons. Wat deze blessure betreft, wat is het vooruitzicht? Wat is nu de diagnose? Ik heb een gebroken enkel en ik ga morgen met een specialist ga ik langs. Mijn specialist ga ik langs. Veel sterkte. Dankjewel.